samen naar de eenheid Oost-Brabant in Den Bosch op de Randweg. Surveillanten Johan en Gerard zien de bestuurder van een bloedsnelle Audi RS6 naderen. En dan weten de agenten wel hoe laat het is. Hey, een voorstelteervak heeft hij al. Hij komt toch wel voor, agressief onveilig rijgedrag, over de verkeerszaken. Gaat even voorbij, hè? Ja. Komt ie. Deze Audi-rijder staat bekend vanwege zijn asociale rijgedrag en daar geeft hij ook hier weer eens blijk van. Even remmen. Ondanks de remming in deze bocht komt de trajectmeting nog fors hoog uit. Zo hier. En daar gaan we weer. Laat hem maar, laat hem maar. En nou gaan, en nou gaan. Kom die uit. Nou gassen. Ja, ik zit op de bodem. Tegen de ruim 560 pk's van deze RS6 valt zelfs voor de surveillanten moeilijk op te boksen. 115. 80. Stop tegen maar. Want die gaat toch niks meer doen. En dan is het einde oefening. Hallo, verkeersdienst Willems. Yes. Rijbewijs bij. Nou, jij bent er nog niet afgeleerd. Ja, maar ik heb niet te gek gedaan, ja. Ik heb niet te gek gedaan, zegt hij. Jij wilt aandacht, jij krijgt aandacht. Normaal weggedrag kun jij niet vertonen volgens mij, of wel? De hoeveelste keer is dit nou? Hoe vaak ben je rijbewijs al kwijt geweest? Eén keer. Hey, kom even, neem plaats in ons voertuig, ga even de beelden bekijken. Dag heer. Hey, Johan, team verkeer. Dit bent u. Dan heb je dus een voorsorteervak. Ja, was slimmer geweest om daar naar rechts te gaan. Dat klopt. Ja, je hebt hier alle ruimte om naar rechts te gaan. Maar wat je hier doet is gewoon absoluut niet netjes. Nee, die heeft gelijk. Ja, en dan ga je de snelweg op. Dit is onze werkelijk gereden snelheid geuit. Je mag hier 100. Dat was nog netjes. En dan blijft het gewoon even rustig. Maar op het moment dat je dan net voor de afslag bent, dan zit er hier een auto, daar gooi je hem tussendoor als die mens daarvan schrikt. En die in een schrikreactie duwt zijn stuur naar rechts. Ja, dan heeft die ons of wie dan ook, heeft die ook te pakken. Ja. Kijk, en wij kunnen de meting pas na 16 seconden stoppen. En die komt dan hier met stilstaan. Nu komt hij nog uit op 124 gemiddeld. Dan staan we al stil. Dat was het niet. En dan wordt het hier dadelijk groen. Ja, ik dacht, als jullie me nou willen bijhouden, dan houd het maar bij. Hey, want ik wist gewoon, jullie stonden... Nee, maar oké, maar wij starten... Even kijken. Hier start mijn collega de meting. Dan zaten we op 77 km per uur. Ik ben maar lekker aan het remmen. Ja, je bent lekker aan het remmen. Maar de meting komt uit op een gemiddelde van 115 km per uur. Mm-hmm. En daarbij heb je een stukje in het 50-gebied gereden. Ik wil hem best voor jou terugrekenen, dat stukje 50. Maar ik denk als we dat stukje terug gaan rekenen, dat je er nog beroerder vanaf komt. Ik ben al gewoon... Sinds de zomer heb ik geen boete gehad, hè? Sinds de zomer niet? Ja, toen ben ik mijn rijbewijs al niet kwijt geweest. Dus geen boete gehad, dus ik denk, dat ik iets anders moet aanschaffen. Maar schaf een Fiatje 500 of zo aan, want... Dit gaat een keer fout. Ik weet niet of je zelf getrouwd bent, kinderen hebt, noem maar op. Ik ben zelf nog een kind. Dat zie je. Ja, dat zien we. Dat zien we. Ja. U krijgt de bekeuring in elk geval voor het voorsorteervak en voor de snelheid hier 115. Gezien jouw rijstijl gaan we jou wel voordragen voor een educatieve maatregel gedrag. Mm-hmm. Ik weet niet of je bekend bent met educatieve maatregel. Die heb je al gehad. Mm-hmm. Het CBR zou ook zomaar kunnen zeggen van ja, wacht even, die maatregel heeft hij al een keer gehad. Mm-hmm. Kennelijk heeft hij niet het gewenste effect. We gaan een geschiktheidsonderzoek doen. Wou het uit dan? Of ik geschikt ben om te rijden of zo? Ja, goed, misschien heeft die meneer psychisch iets niet helemaal lekker. Maar goed, dat is niet aan mij. Nee, natuurlijk. Ik ben en geen psycholoog en ik werk niet bij het CBR. Ik zei net al, jij wilt aandacht, jij krijgt aandacht. Hè? Kijk, overtredingen maken, dat gebeurt, hè? Maar jij maakt ze bewust. Je bent er op uit, zo zie ik het. En dat is gewoon niet goed. Ja. Ik begrijp in elk geval uit de bewoordingen van mijn collega dat jullie elkaar wel kennen. Ja, ik weet niet of... Hem ken ik niet, maar ik ken mij blijkbaar wel. Ja. Okay. Want waar kennen we elkaar van als ik vraag maak? Ja, jij staat in het grote boek van Sinterklaas, hè. Die auto van jou, die is gewoon bekend. Mm-hmm. Want als jij dit gedrag ook op andere momenten veroorzaakt, als de politie er niet is, dan gaan mensen bellen. Mm-hmm. En als de mensen gaan bellen, dan bellen ze met de politie. En dan zeggen ze, dat autootje, die kenteken. En dan wordt dat opgeschreven. En daar ken ik daarvan. Ik wil jou de komende tijd niet meer zien. Zien zullen wel, maar... Ja, en als we elkaar op een normale manier zien, dan mag je zwaaien. Maar niet op deze manier. Nee, dat wil ik niet. Dan mag ik me daar dadelijk weer inleven. Ja. Dat heb ik gedaan en het beviel me niet. Dus, ja, dat snap ik. Je moet fietsen. Ik moet meteen ontslag komen. Yes? Fijne hand geven. Ik wens je een fijne avond. Bedankt. Dag.
Of deze bestuurder zijn rijstijl zal aanpassen is de vraag. Maar met 2 bekeuringen en een EMG-cursus zal hij misschien nog eens achter zijn oren krabben.